Hi, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe Self Love Talk. Tijdens deze podcast ben ik niet alleen, maar ga ik in gesprek met Patricia Dijkma. Dus Patricia, welkom bij deze. Ja, dankjewel. Deze Self Love Talk staat helemaal in teken van vrouw zijn. En dan specifiek de menstruele cyclus en de menstruatiefase. En even een klein beetje achtergrondinformatie. Patricia en ik kennen elkaar sinds vorig jaar en wij zijn met elkaar in contact gekomen omdat ik vanaf november vorig jaar, als ik het helemaal uit mijn hoofd goed heb, over ben gestapt van het gebruik van de Mirena-spiraal naar de Daisy. En over de Daisy, daar komen we straks nog eventjes op terug wat dat precies is. Maar als ik het goed omschrijf, is het een vruchtbaarheidsmeter die je dus kan gebruiken om niet zwanger te worden of juist als je wel zwanger wil worden. En op de website, correct me if I'm wrong, had ik gelezen dat jij, Patricia, de Daisy in 2016 naar Nederland hebt gehaald. Want volgens mij was het daarvoor al, werd het al in andere landen heel veel gebruikt. En daarnaast ben jij expert op het gebied van menstruatie en hormoongebied. Maar goed, voordat ik jou misschien zelf helemaal voor ga stellen, is het misschien hartstikke leuk voor de mensen die luisteren, als jij zelf even vertelt wie je bent, wat je doet en waar mensen je wellicht van kunnen kennen. Ja, nou, dat is ook zo. In 2016 heb ik gezorgd dat de Daisy ook voor de Nederlandse markt althans te koop is. Dus vanaf toen ben ik gestart. Mijn reden dat ik tegen de Daisy aanliep is dat ik zelf ontzettend begon te rommelen met allerlei premenopausale klachten. Hè? Dus dat begint al 5 à 10 jaar voordat überhaupt jouw lichaam zegt van, enfin, het is nu klaar met menstrueren en in feite dat je overgang is gestart. Of althans, je in de overgang zit. En ja, dat was heel heftig. Dat was zo enorm heftig. Ik had ontzettend veel bloedverlies. En dat liep soms op tegen de 0,5 liter per dag. Ja. En dat is echt enorm. En ik gun dat niemand. Maar tegelijkertijd was dat ook echt heel erg lastig om dat allemaal onder controle te krijgen. Plus natuurlijk, ik was totaal opgebrand. Ik had geen energie meer. Nou, mijn HB was inmiddels 6 en ik kom van 9 tegen de 10 aan. Dus voor mij was die onder de 6 was al heel, ja, ik kon niks meer. Hè? Mm-hmm. En nou, je weet, ik ben fertility expert, dus ik heb een automoleculaire praktijk als automoleculair therapeut. En daarnaast geef ik ook les bij Stichting Otto Health Foundation in Hoofddorp. Dus ik, ja, met al mijn studies en al mijn kennis van 15 jaar praktijk, ja, ik ging aan de slag. En ik was al begonnen om steeds meer mensen ook vanuit het buitenland te volgen. Amerikanen, Australiërs, Canadezen. En zij triggerden mij om steeds meer over die cyclus, de menstruatiecyclus en over hormonen te leren en ook te weten te komen. Dus dat was in die zoektocht. En ik kon het aan de lijve zelf, aan mijn lichaam ervaren. En het ergste wat mij toen gebeurd is, is dat ik ook met de rug tegen de muur, met al mijn kennis in mijn rugzakje bij een gynaecoloog op het spreekuur zat en alles was gecheckt. Ik had inwendige echo's gehad en blabla. In feite was alles uitgesloten waarom ik dus die bloedingen zo heftig had en al die klachten. De gynaecoloog stond te wapperen met een recept van een microginon 30. Ik zou dat maar gaan nemen. Ik zeg, sorry dokter, ik wil dat niet. Ik wil hem niet. Ik denk dat dit niet oké is voor mij. En warempel, 3 maanden later, binnen 3 maanden, lag ik op de intensive care in het buitenland. Want we reden terug van vakantie, acuut aan het stuur. Ik was 100 kilometer voor de Duits-Nederlandse grens. Kreeg ik ontzettend heftige pijnen. Ik kon niet meer schakelen, kon niet meer sturen, kon niet meer ademen. En wat bleek? Ik had dus diepveneuze trombose en ik had ontzettend veel longembolieën. Dus daar op de intensive care werd mij duidelijk dat het kantje boord was. En toen, ik was helemaal, nou, dat was mijn ommekeer. Ik dacht echt van, jeetje zeg. Uiteraard heb ik toen ik jong was ook anticonceptiepil genomen. Want ik had toen al hele heftige menstruaties. Ik kroop over de badkamervloer. Kon niks doen. Ik was helemaal
overgeven, ziek, lam. Ik kon niets op die dagen. Dus dat was mij wel, iets was mij wel daarover bekend. En het enige wat mij toen over de streep hielp, was natuurlijk een anticonceptiepil nemen. Zodat ik mijn eindexamen kon doen en ook weer verder kon gaan. Ik ben toen in de verpleging gegaan. Ik ben gespecialiseerd als kinderverpleegkundige. En vervolgens ben ik de intensive care neonatologie gaan doen. Dus ik heb jarenlang de meest kwetsbare en zieke baby's verzorgd op de intensive care neonatologie. Dat was echt van het geweldig werk. Ik stond, weet je, ja, voor mij was dat direct en rechtstreeks in het leven staan. En echt zo'n dierbaar, kostbaar moment van wat ouders ervaren met de geboorte. Maar ook natuurlijk alle angsten en de zorgen die erbij komen. Ja. Als je kind te vroeg geboren wordt en er van alles gaande is, aan de beademing ligt en noem maar op. Dus dat was mijn achtergrond. En toen inderdaad, ik stond met mijn handen in de couveuse in de nachtdienst. Ik kan het moment me nog zo herinneren. En ik dacht, ja maar, ik ga gewoon helemaal anders. Ik gooi het roer om. Ik ga zorgen dat de baby's hier niet meer komen op deze afdeling. Ik wil gaan kijken, hoe kan ik voor elkaar krijgen en wat is er eigenlijk allemaal op de markt, of wat is er te doen om ervoor te zorgen dat die baby's hier niet hoeven liggen. En nou ja, ik kwam een heel eind. Want als je onderzoeken gaat lezen en de wetenschap gaat duiken en veel gaat leren, en binnen de ortomoleculaire hebben we daar ook zeker veel kennis van in huis hier in Nederland. Ik ging het natuurlijk ook vanuit het buitenland halen. Veel mensen volgen daarin en we weten het. We weten het echt. We weten hoe we dat soort dingen kunnen voorkomen. En zo terug ging ik eigenlijk in van ja, maar wat doet nou bijvoorbeeld zo'n anticonceptie daarin, dat hele verhaal? Ja. En toen kwamen de puzzeltjes op de plek. Toen dacht ik van, hey, wacht eens even. Een jonge vrouw start met haar menstruatie. Als dat te heftig is, de meeste artsen geven dan een recept voor de anticonceptiepil. Ja. Ja? En wat gebeurt er dan? Hè? Wat gebeurt er? We weten dat een anticonceptie, of dat nou een Mirena-spiraal, een pleister of een injectie is, hè? Alles schalen we daaronder, dat dus endocrine disruptors zijn. Wat doen die? Die ontnemen je lichaam van belangrijke essentiële vitamine en mineralen. Het verstoort je darmwerking. Hè? Het verstoort je microbioom. Het verstoort ook de communicatie van je microbioom, dus je darmen met je hersenen, met wat je daar in je hoofd omgaat. En dat is heel helder, want de wetenschap laat ons al zien dat depressie geen zeldzaamheid is. Hè? Mood swings en depressie bij anticonceptiegebruik. Ja. Al dat soort dingen, echt waar. En toen dacht ik van, wacht eens even. Wat willen we dat ouders, hè, met de kinderwens gaan gebruiken? En dat is foliumzuur. Hè, de arts zegt van, oké, of een verloskundige bij kinderwens, weten we gewoon allemaal, oké, dan ga je alvast starten met foliumzuur. Dat is ook een van de eerste vragen die je gesteld wordt bij de eerste afspraak bij een verloskundige. En wat doen we dan? We nemen de synthetische foliumzuur. We nemen dus gewoon een synthetische namaakfoliums of als namaakversie. En ik kwam erachter dat dat helemaal niet zo'n hele beste keuze was. Want je kunt veel beter folaat nemen, hè? De quadrifolic. Die wordt veel beter opgenomen in je lichaam. En die kan veel beter omgezet worden. Want het schijnt dat misschien wel 1 op de 2, dus bijna 50% van de hele wereldbevolking, die synthetische vorm, de foliumzuur, niet goed kan verwerken en opnemen. Mm. Ik stond natuurlijk, ik wist wat het betekende als je baby geboren wordt, bijvoorbeeld met een open ruggetje of met hazellip, allemaal dat soort dingen, hè? Die aangeboren afwijkingen, de neurale buisdeffecten. Ik dacht, maar hoe zit dat nou, weet je? Hoe kan het nou zo zijn dat we op die manier dus in feite vrouwen voorlichten hoe ze bepaalde dingen moeten doen. En we zien daar in de praktijk eigenlijk niet echt veranderingen mee. Dus het, blijkbaar gaat er dan iets niet goed. Nee. En ja, nou, dat was voor mij een enorme grote drijfveer om uiteraard aan de slag te gaan. En ja, ik,
ik laat me zo lief mogen door iedereen daarover, die als tandartszinnig over kan zeggen, over informeren. En ik probeer zoveel mogelijk dat ook naar buiten te dragen, mijn Hormones for Health podcast. Ik heb toen inderdaad dus besloten van oké, als vrouwen, als dan blijkt dat die anticonceptie zoveel kan aanrichten in een vrouwenlichaam, hè, ons hele lichaam kan verstoren, waardoor bijvoorbeeld je schildklier het niet meer zo goed doet, waardoor je allerlei auto-immuunziekten of klachten kunt krijgen. En ik zelf natuurlijk, die trombose en die longembolieën, want er verschenen zowat artikelen in de krant dat gewoon jaarlijks gebeurt. Ook zelfs ouders die hun jonge dochter verliezen aan dat soort dingen. Dus ja, ik dacht echt van nou, hier moet ik mijn missie van maken. En zorgen dat inderdaad die informatie naar buiten komt. Dus dat was wel een hele belangrijke drijfveer. Ja, mooi. Nou, ook mooi dat jij die missie hebt om daar informatie over te geven. Want wat jij ook zegt over weten wat voor impact de anticonceptie op je lichaam heeft, behalve dan dat het je beschermt om niet zwanger te worden, mits je het goed gebruikt. Als ik van mezelf spreek, wist ik dat ook totaal niet de jaren. Ik ben pas sinds vorig jaar of het jaar daarvoor me echt gaan inlezen daarover. Ook omdat ik hele gekke klachten had rondom de menstruatie, waar ik net met jou ook over heb gesproken in jouw podcast. Ik totaal niet ergens aan kon linken en ik ook echt niet snapte waar dat vandaan komt. En bij de huisarts bijvoorbeeld hele erge buikpijn heb ik wel eens aangegeven toen ik de Mirena-spiraal gebruikte. Dat ik zulke erge buikpijn had rond de menstruatie dat ik echt pijnstillers moest slikken om een vergadering op werk door te staan zonder helemaal dubbel te liggen op tafel, bij wijze van. Naar de dokter gaan was niet echt iets voor, hoort erbij. En ik denk dat is wat we ons als vrouwen sowieso aanpraten. Van ja, die kwaaltjes van de menstruatie, die horen erbij. En verder staan we misschien ook niet helemaal stil bij wat voor effect het gebruiken van een anticonceptiemiddel ook op de lange termijn voor gevolgen heeft. Ja. Want merk jij dat ook in de praktijk, dat er veel vrouwen zijn die last hebben van de anticonceptie? Ja, klopt. Als een vrouw anticonceptie gebruikt, ja, dan kan je heel veel bedenken en heel veel geld investeren in behandelingen en van alles wat je wil doen. Maar hoe dan ook, blijft toch die anticonceptie het hele systeem in het lichaam bij die vrouw verstoren. En het is eigenlijk de bedoeling, althans zo zie ik het, hè? Ik vertel even hoe ik er naar kijk, dat menstruatiepijn en menstruatieklachten serieus genomen worden. Mm-hmm. En die hebben uiteraard een hele andere oorzaak als van, oh meisje, hier heb je de anticonceptiepil en neem die maar een paar maanden en dan komt het wel goed. Zie, dus waar ik achter kwam, is dat met name bijvoorbeeld magnesiumtekort, maar ook vitamine B12 tekort, wat ook weer gelinkt is aan het folaat, dat juist de factoren zijn die bij die vrouwen moeilijk is. Hè? De methylering verloopt moeilijk in het lichaam. Ze hebben mogelijk ook een genetische component. Hè? We noemen dat de SNPs, dus de genomic expression. Dus hoe jouw lichaam vanuit je genen en vanuit je SNPs de informatie op je genetisch materiaal capabel is. Of je überhaupt wel stofje A om kunt zetten naar stofje B. En dan vervolgens kunt zorgen dat het allemaal goede dingen in je lichaam gebeuren. En dat speelt ook een factor bij dit. Ik ben met die heftige menstruatiepijnen vroeger ook, hè, met 10 jaren, ja, ging ik naar de huisarts ook. Hè. Ik kreeg hele zware pijnstillers. Daar was ik echt van de wereld, letterlijk. En dat heb ik een aantal jaren zo volgehouden. Maar nu weet ik dat die zware pijnstillers ook zo dermate mijn hele levenfunctie en mijn capaciteit om überhaupt goed hormonen te kunnen maken, dat ook natuurlijk enorm verstoort. He, doe je dat jaar in jaar uit, of menstruatie in, menstruatie uit, ja, dan heeft het wel degelijk. Dus wat is namelijk de root cause, de oorspronkelijke oorzaak die eronder zit, waarom die klachten er zijn? Ja, dat zit hem natuurlijk in leefstijl, stressmanagement, zit hem in welke voeding en zit hem in tekorten met vitamine en mineralen. Maar dan moet je wel weten wat er gaande is. Dus wat ik gedaan heb,
is mijn genetisch rapport. Aan de hand van slijmonderzoek kan je dus bekijken van, nou, wat is dan voor mij een belangrijke factor? Ik heb een COMT, hè? Komt, kan je zeggen. COMT, dus ik ben, ik kan heel moeilijk mijn oestrogenen afbreken. Hè? Mijn lever heeft heel veel moeite mee om dat hele proces om te zetten. Hè? We weten om te kunnen methyleren, dat wil zeggen dat je lichaam capabel is om stofjes af te breken en te zorgen dat die uit je lichaam verdwijnen. Want als je ze niet meer nodig hebt, moeten ze eruit. Want anders stapelt zich dat steeds verder op. En het stapelen van afvalstoffen, het stapelen van het niet capabel zijn van je lever om een juiste detoxificatie te bewerkstelligen, is dat, dat je daar dus ook problemen mee krijgt. Dus dan gaan er bepaalde dingen niet goed. En ja, dat heeft mij weer verder gebracht van dat ik dacht van oké, wacht eens even, hoe zit het? Hè? Wat doet die SNP en waar moet die voor zorgen? En welke cofactoren zijn juist nodig om ervoor te zorgen dat die SNP minder actief wordt? Hè? Dat die minder tegen mij werkt en dat die eerder voor mij gaat werken. Mm-hmm. Dus, daarin is natuurlijk, daarin zijn we binnen de automoleculaire therapie een heel stuk verder mee. En weten we ook precies welke stoffen zijn nodig in de eerste fase van de leverdetoxificatie, tweede fase, hè, of middenfase, tweede, derde fase. Wat is dat? En dat is wat je dus eigenlijk ondersteunt. En wat is nou het geval? Wat is nou zo frappant? Dat zijn nou precies de stoffen die anticonceptiemiddelen van ons lichaam ontnemen. Dus, ja. Frappant, ja. Hè? Ja, dus, en dus eigenlijk bij dat receptje van een anticonceptie, in welke vorm dat ook, want ik heb ook een Mirena ooit gehad. Mm-hmm. Kan ik zo nog wel even vertellen, heb ik na de bevalling van mijn zoon, heb ik een Mirena gehad. Maar bij dat receptje hoort ook een potje goede multivitamine, desnoods nog verder uitgebreid. Want anders dan gaat er ergens iets op een gegeven moment niet goed lopen. Als je het dus hebt over korte en lange termijn klachten. Ja, ja. Dus ik ben zo doorgesukkeld, als het ware. Ben zo doorgegaan. En uiteraard, toen ik zulke heftige klachten kreeg. En heb ik daar wel mijn maatregelen voor genomen. Dus ik ben ontzettend blij dat ik hier sta. En dat ik kan doen wat ik doe, mijn missie kan drijven. En dat ik althans de energie heb, want dat is al een hele moeilijke geweest natuurlijk, om die energie weer terug te krijgen. Maar dat, dat heb ik dankzij de automoleculaire suppletie voor elkaar gekregen. Ja. Dus en ook echt keuzes maken, zelf keuzes maken in, ja, hoe ga ik mijn dag indelen? En waar richt ik mijn aandacht naartoe? Zo dat soort dingen, die zijn heel essentieel geweest. En met die Mirena-spiraal, nou, ik heb altijd best wel veel gesport, hè. Ik was heel actief. Probeer dat nog steeds wel te doen, maar dat gaat nu dus veel minder goed. Maar als ik 5 kilometer had gerend, dan vloeide ik al. Dus met een Mirena-spiraal, op een of andere manier, het spiraal drukte steeds tegen de baarmoederwand of voer of wat ook. En ik had dus gewoon bloedverlies tussendoor. En als ik terugdenk aan die periode, denk ik van, ik heb me daar ook niet zo heel erg prettig bij gevoeld. Ik vond eigenlijk het mooiste moment, als ik daarop terugkijk, het moment dat ik inderdaad de anticonceptiepil niet meer nam. En ik dacht echt, ik keek zo om me heen en ik dacht, wauw, ziet de wereld er zo uit? Ik heb het eigenlijk, jee, weet je, er gaat letterlijk een wereld voor je open. Ja, die verhalen hoor je ook best wel vaak van vrouwen inderdaad die überhaupt stoppen met anticonceptie. Ja. En wat jij zegt, om dan even over de Mirena-spiraal te hebben, ik heb die klachten zelf ook ervaren. En eigenlijk 4 jaar lang doorgesukkeld met, het zal wel een fase zijn, het zal wel weer overgaan, maar toch heel erg, en ook heel vaak met vriendinnen besproken, van het voelt niet prettig. En de klachten die ik heb, zoals een hele opgezette buik, eigenlijk elke dag, zonder dat het aan voeding lag, want ik had mijn voeding echt onder controle. Heel erg buikpijn tijdens de menstruatie, ook tijdens de ijsklong trouwens. Het voelde niet prettig. En inderdaad, toen ik uiteindelijk besloten heb om de Mirena weg te laten halen, wat ik ook nog wel
een stap vond, want het zetten is niet prettig. Dus om het dan weg te laten halen terwijl je niet zeker weet wat je dan daarna kan gaan doen, is best een stap. Maar toen dat eenmaal gedaan was, waren al die klachten opeens weg. En dat is ook wel wat jij net ook zei over het bespreekbaar maken van de menstruatie op zich, maar ook de menstruatieklachten, is wat ik in ieder geval zelf merk. Toch iets wat nog een beetje, wat je dan als vriendinnen onder elkaar doet. Maar verder, ik volgde een aantal meiden op Instagram die heel fijn dat gesprek heel erg proberen open te gooien. Van de menstruele cyclus is iets heel normaals en de menstruatie is iets heel normaals. We kunnen er allemaal gewoon over praten. Je hoeft niet geheimzinnig te zijn of te fluisteren dat je ongesteld bent. Ja. En ook juist het bespreekbaar maken van het hebben van menstruatieklachten kan niet alleen jezelf, maar ook heel veel andere vrouwen helpen die zich daarin herkennen. Maar herken jij dat ook uit de praktijk? Dat daar toch nog best een, net misschien nu iets minder, want het wordt meer bespreekbaar, ook in de media volgens mij, maar dat er toch nog best wel een taboe op heerst eigenlijk. Ja, klopt. Ik kan me dat van mezelf ook wel herinneren hoor. En ik vond het eigenlijk zo vervelend iedere keer dat ik bij wijze van spreken door de conciërge naar huis gebracht moest worden, weet je. Ik ging toch iedere keer maar wel weer op mijn fiets naar school. Ja. Maar dat ging gewoon helemaal niet. En ja, inderdaad wat je zegt, nu tegenwoordig wordt er toch wat meer over gesproken. Blijkt dat namelijk bijna wel een derde van alle vrouwen zich meldt bij de huisarts, omdat ze klachten hebben tijdens hun menstruatie. Dus dat is echt wel heel veel. En ik zet me ook in voor het Menstruatievoorlichtingsinstituut, hè, wat ook onderzoek doet en wat ook dit soort dingen van vrouwen wil weten. Vrouwen kunnen daarbij een challenge doen. Ze kunnen een hele lijst invullen. En als we dan zien wat er allemaal eigenlijk speelt en hoeveel het voorkomt. Kijk ook even naar hevig bloedverlies. Hè, hoeveel vrouwen daar zo enorm veel last van hebben. En dan nu onlangs ook weer het onderzoek van het Universitair Medisch Centrum, het Radboud. Radboud in Nijmegen. Ja, dat komt naar buiten dat ze dus hebben ondervraagd duizenden vrouwen. De leeftijd van 15 tot 45 jaar. En wat hun ervaringen zijn met de menstruatie. En zij zeggen dus dat het in totaal aan 9 dagen van verzuim. En dat vrouwen minder productief zijn in het hele aspect. En wat ze dan heel vaak doen, is ze zeggen, weet je wat? Oh, maar dan neem je toch een anticonceptie. Want dan kun je er toch weer lekker tegenaan. En dan heb je toch geen last van je menstruatie. Maar wat één ding is heel zeker, wat deze dokters niet in de gaten hebben en wat ze je ook niet zullen vertellen, is dat die anticonceptie je nog veel meer klachten kan bezorgen. En dat je daarmee dus niet de hoofdoorzaak van je klachten aanpakt. En dat het uiteraard natuurlijk helemaal je menstruatie niet fixt. Want dat is toch helemaal van de gekke. Een anticonceptie blokkeert vanuit de hypofyse-hypothalamus je hele menstruatiecyclus. Dus je gaat niet meer ovuleren, bij wijze van spreken. Daardoor maak je dus ook onvoldoende progesteron aan. En wat is er nou aan de hand met die progesteron? Progesteron is het hormoon wat ons juist veel meer energie moet geven. Progesteron zorgt dat wij veel betere breinfunctie hebben. Dat we assertief kunnen zijn. Hè? Dat we weer risico's durven te nemen. En ik zie het om me heen. Ik zie zoveel jonge vrouwen. En inderdaad, dat komt ook in de praktijk zo voor. Dat ze al dit soort dingen gewoon merken. Dat ze daar enorm met hun capaciteit mee naar beneden gaan. Dus je fixt het er niet mee. En ik heb zelf, ik ben 50 op dit moment. Dus ik kan uit ervaring spreken. De klachten die ik vroeger dus weggedrukt heb met anticonceptie, zijn bij mij in de voorfase van de overgang, zijn die gewoon heviger gewoon weer teruggekomen. Dus ik heb ze toen niet opgelost met leefstijl, stressmanagement, voeding en met supplementen. Dat wist ik allemaal toen niet. We praten ook van een hele tijd geleden. Maar nu weet ik het gelukkig wel. En is die kennis zeker paraat voor iedereen. En kun je daar ook mee geholpen worden? Maar als je dat niet doet op dat moment, in de opbouw, in onze jonge jaren, als je alleen al kijkt naar het opbouwen van je botten en de sterkte van je tanden,
Dus sterkte van je botten, die opbouw, die maken vrouwen mee in hun jonge jaren. Als we al voor ons 20ste anticonceptie nemen, dan is die botopbouw en die sterkte van die botten dus ook veel minder als je ouder wordt. Je moet het gewoon hebben van de jonge jaren. En wat zien we ook in de Nederlandse populatie? Heel veel oudere vrouwen breken hun heup, breken hun botten. En ik hou mijn hart vast, want ik zie ook steeds meer jonge kinderen al met breuken. En dat wil zeggen dat ze onvoldoende vitamine D in combinatie met K2 opnemen, hè, krijgen. Dat moet allemaal extra gegeven worden. Want ook is er duidelijk naar voren gekomen in onderzoek dat wanneer een vrouw stopt met anticonceptie, dat daarna haar vitamine D-waarde enorm keldert. En dat gaf mij het antwoord, want ik zag en ik vraag altijd aan vrouwen met kinderwens, wat is je vitamine D-waarde? En meestal zit hij in de 20 of in de 30 en dat is echt veel te laag. Verloskundigen meten hem tegenwoordig, geven ook dan advies. Maar mijn advies over vitamine D in combinatie met K2 ligt dus het advies van de Vitamin D Council hou ik aan. Dus ik ben heel eigenwijs wat dat betreft, maar mijn grootste zorg is dus dat die vrouw, die moet gewoon goed in haar zwangerschap staan. Die moet het goed kunnen volhouden. Die moet voldoende energie hebben om daarna, om dus eigenlijk een hele natuurlijke bevalling te kunnen doen. Die moet daarna ook, als ze dat wil, maandenlang, het liefst jarenlang borstvoeding kunnen geven. Maar dat kan alleen als we ervoor gaan zorgen dat die vrouwen ook zorgen voor voldoende aanvulling. En dat, die vitamine D schijnt dus enorm laag te worden. En mijn verklaring daarvoor is op het moment dus, als je zegt van oké, we zijn zover, de kinderwens, dus anticonceptie gaat de deur uit. En nu moet je eigen lichaam weer gaan praten. Die moet dus weer gaan een cyclus gaan produceren. Daar moeten weer hormonen gemaakt worden. En wat is nou juist nodig om die hormonen te kunnen maken? Dat zijn goede vetten, dus juist heel veel omega-3 en goede vetten en voldoende vitamine D3. En als je dan vrij snel zwanger raakt en je hebt dan een te lage waarde daarin, of je neemt onvoldoende vitamine D3, heeft dat zelfs gevolgen voor de immuniteit, dus het immuunsysteem, niet alleen van jezelf als moeder, maar ook voor de baby. En zo vind ik het namelijk zo belangrijk dat we de nieuwe generatie, de baby's die nog geboren moeten worden, de baby's die al in voorontwikkeling in je eierstokken zitten, de follicles, de eitjes die je allemaal meekrijgt, al met je eigen geboorte, dat we dat goed ondersteunen. Nou, je hoort al wel, daar kom ik dus weer bij dat babytje in de couveuse waar ik mee in de hand stond. En zo zijn er vele geweest waar ik mee in mijn hand heb gestaan. En ik dacht van, jeetje, wat is er gebeurd? Waarom is die moeder zo vroeg gaan bevallen? Met 28, 26, 24, 25 weken. Want dat gebeurt. En het gebeurt steeds meer. En ik vind het, dus dat was mijn motivatie. Ik heb een automoleculaire kindercoachopleiding geschreven. Die geef ik dus bij Otto Health Foundation, Stichting Otto Health Foundation. September gaat weer de eerste volgende 3 dagen weer van start. Nou, daar kom ik ook op terug, op dit verhaal. Hoe belangrijk het is dat die jonge vrouwen inderdaad goed geholpen worden met hun menstruele klachten. Hè, dat er ook echt een fundament is en niet zomaar van, ach meisje, het hoort erbij. Ja. Hè? En wat ik ook steeds meer hoor, dat eigenlijk heel jong de vrouwen al gemeld wordt van, ja joh, je hebt PCOS, hier heb je anticonceptiepil en tegen die tijd als je kinderwens hebt, meld me maar weer bij mij op mijn spreekuur. Ja, weet je, dat kan gewoon niet. Dat is echt verleden tijd. De wetenschap laat ons namelijk al heel sterk gefundamenteerd zien wat we die vrouwen kunnen aanbieden. Het enige wat we moeten doen is het SME aan de slag gaan. Ja? Dus daar ligt een hele belangrijke taak. Nou. Zoals jij net heel uitgebreid uitlegde, wordt er gewoon heel veel onderzoek nu gedaan naar wat het effect van anticonceptie is op
je lichaam en ook op de lange termijn. Dus ik denk, wat ik zeker zelf ook heb gedaan en voor de vrouwen die luisteren, ga absoluut jezelf inlezen. Ik denk dat het heel waardevol is om die kennis over de anticonceptie te weten en over je lichaam en aan de hand daarvan een keuze te maken. En ook op het gebied van het hebben van menstruatieklachten, dat het dus niet per se iets is wat erbij hoort of wat normaal is. En ook als de huisarts je niet kan helpen of het enige oplossing pijnstillers is, vraag dan verder en ga verder op zoek, ook op internet, ook naar de ervaringen van andere vrouwen. Want inmiddels is er gewoon al zoveel meer bekend en kan het dus, wat jij zegt, ook heel goed zijn dat je eigenlijk iets tekort komt of dat het juist een stofje is in je lichaam dat wordt onderdrukt of wordt afgebroken door de anticonceptie. Dus wat jij net allemaal zei, ik denk dat het super waardevol is en zeker ook iets is, vind ik, waar je als vrouw zijnde gewoon ook echt je eigen verantwoordelijkheid in kan nemen, zodat je zelf gewoon hele goede keuzes kan maken daarover. En zoals ik al in het begin van de podcast zei, ben jij degene die ervoor gezorgd heeft dat de Daisy in Nederland verkrijgbaar is. En ik ben ook vorig jaar overgestapt. En daar hebben we trouwens in jouw podcast net ook uitgebreid over gesproken. Dus ik zal de link daarnaar ook in de beschrijving zetten. Dus als je luistert en je denkt, wat is de Daisy precies? Hoe werkt het? Wat is mijn ervaring ermee? Ga die dan zeker even luisteren. Maar zou jij iets meer kunnen vertellen over wat de Daisy is? Want als je dus niet meer de anticonceptie wil gebruiken, in welke vorm dan ook, dus een spiraal of een pil of een injectie, wat jij ook al zei, dan kan de Daisy dus een optie zijn. Maar voor de mensen die luisteren, die hebben echt geen idee wat de Daisy is, zou jij iets meer daar kunnen vertellen over wat het is? Ja, Daisy is een vruchtbaarheidsmeter. En dat woord, dat vruchtbaarheid, dat zegt precies wat er dus in onze menstruatiecyclus gaande is. Gemiddeld is een vrouw per cyclus 6 dagen vruchtbaar. De andere dagen niet. Dus dat begint het al. Hè? We moeten dus weten hoe onze natuurlijke menstruatiecyclus in elkaar zit. Welke verschillende fases dat we daarin doorlopen. En deze kan je dus helpen daarbij om te detecteren in welke fase je zit. Letterlijk geeft ze aan per dag aan de hand van jouw basale lichaamstemperatuur. Dus je moet 's ochtends zo gauw je ogen open doet voordat je je bed uitgaat, na minimaal 3 uur slapen. Want je kunt al met heel weinig slaap toch al meten met de Daisy. Maar stel je hebt gewoon een nacht van 7 à 8 uur slapen. Je wilt opstaan om naar het toilet te gaan. Eerst even temperaturen. Je zet de Daisy aan. Je legt haar onder de tong. Hè, want het is een temperatuurmeting onder de tong. De tong thermometer voor die op de Daisy zit, is zeer accuraat. Je kan heel goed scherp meten wat jouw daadwerkelijke lichaamstemperatuur is. Hè, de basale lichaamstemperatuur is namelijk een graadmeter waar wij in onze hormonen zitten. Dus in waar wij in onze cyclus zijn. En want als je iedere ochtend je temperatuur meet, en soms mag je best eens een keertje overslaan hoor, dat is niet zo'n punt, maar dan krijg je dus inzicht middels de Daisy, je temperatuur, en binnen 30 tot 60 seconden geef ze op het apparaatje aan, is die dag een vruchtbare dag, dan heb je rood, is het groen, dan heb je een onvruchtbare dag. Ze kan ook zeggen dat het geel is, dat druppeltje geel gaat branden, en dat wil zeggen dat Daisy detecteert een verandering in jouw cyclus, dus ze kan ook heel goed detecteren, hey, loopt het nu anders als vorige maand, of is er iets waarvan je even alert moet zijn. Dus dat laat ze zien. Of ze zit nog in een leerfase, of ze valt weer terug in een leerfase. Als je bijvoorbeeld te weinig metingen hebt gedaan, zal ze automatisch weer in een leerfase komen, totdat ze voldoende metingen van je heeft om weer accuraat aan te geven welke kleur, dus die rode of groene. Dus dat is de informatie die je direct hebt. Dat is klaar. Je legt het Daisy weer aan de kant voor de volgende ochtend. En het mooie is dat we tegenwoordig werken met de Daisy View app. Dus dat is een app speciaal die runt op een aparte server voor de Daisy. En de Daisy heeft Bluetooth. Dus je kunt met Bluetooth-verbinding kun je de metingen die je gedaan hebt met de Daisy, om de zoveel tijd, net wat je zelf leuk vindt en wat je zelf wilt, kun je dus synchroniseren naar de app. En dan krijg je in de app dus je grafiek van de afgelopen maanden te zien. Maar ook krijg je te zien van, hey, hoe ziet het er komende maand misschien uit? Hè? Wanneer zal ongeveer mijn ovulatie zijn?
wanneer zullen er ongeveer die vruchtbare dagen zijn. Ze calculeert dus al die 5 vruchtbare dagen voor een ovulatie al. Dus die krijg je al rood. Dat weten we omdat sperma dus maximaal 5 dagen kan overleven in de baarmoeder eierstokken. Ja, dus heb je geslachtsgemeenschap in die dagen, dan weet je al, ben je gewaarschuwd door de DSI. Het is een rode dag, dus gebruik wel je maatregelen. Het is dus verstandig om dan als je niet zwanger wilt worden ervoor te kiezen om met condooms te vrijen of een kaya pessarium te gebruiken. Hè? Of bedenk wat anders. Hè? Die dagen dat je vruchtbaar bent. En wanneer ze groen geeft, die onvruchtbare dagen, dat wil zeggen dat deze met een accuratie, het algoritme wat in het apparaatje is ingebouwd, heeft namelijk een betrouwbaarheid van boven de 99% om aan te geven dat je weer groen bent. En hoe doet ze dat? Nou, heel simpel, met de ovulatie. Na de ovulatie stijgt jouw basale lichaamstemperatuur stijgt iets. Dat komt omdat je follikel progesteron maakt. Progesteron is het hormoon wat ervoor zorgt dat iets jouw vaten in je lichaam ietsjes wijder worden. Hè? Nauwer worden, waardoor de lichaamstemperatuur dus iets wat stijgt. En daarom is het meten van de basale lichaamstemperatuur zo betrouwbaar. En dat is niet iets nieuws. De DSI is al meer dan 30 jaar op de markt. Of althans, de voorlopers ook al daarvan. Cycluscomputers worden al, ja, die zijn al ontwikkeld al meer dan 30 jaar geleden. En van de DSI hebben we inmiddels al meer dan 500.000 gebruikers. Wereldwijd in 40 landen. En dat groeit enorm. Ik bedoel, vrouwen zien nu in en horen het van anderen en zien nu in dat ze dus op een hele veilige manier hun natuurlijke cyclus kunnen volgen. En dan als je dat dus zet ten opzichte van de andere methodes, ja, dan doet deze daar niet veel meer onder. Het is ook zo dat als jij, wat ik al zei, als je dus een aantal metingen vergeet te nemen, of je bent minder trouw daarin, dan zal de DSI automatisch op geel staan. En dan krijg je nooit zomaar groen. Wat ik ook heel vaak als vraag krijg, ja, maar als ik een keertje koorts heb, dan heb ik een hogere basale lichaamstemperatuur. Nou, een koortstemperatuur is nooit een ovulatietemperatuur. Dus dat zal niet zo 1, 2, 3 door DSI gecalculeerd worden als spontaan een ovulatie, waardoor jouw hele kleuraanduiding of je hele cyclus verandert. Dus ook dat, en dat komt omdat de algoritme meeloopt. Dus deze leert jouw eigen persoonlijke cyclus kennen. Ja, die leert jouw lijf kennen, van wat er in jouw lijf gebeurt. Veranderingen in jouw lijf, daar volgt ze op mee. Daar kan ze op anticiperen. Maar ook het algoritme wat er ingebouwd is. En het algoritme is de basis van duizenden cyclussen van vrouwen in allerlei omstandigheden. He, dus vrouwen van minder slapen, vrouwen van hard werken, minder werken, nog harder werken, vrouwen van ongezonde levensstijlen tot hele gezonde levensstijlen. Noem maar op. Dus daar wordt iedere meting die je met de DSI doet, wordt daar langs gelegd. En dat maakt dat deze methode zo betrouwbaar is. Ja, want dat inderdaad over die betrouwbaarheid vertelde je net al dat dat op 99% zit. Of 99.pearl-index of zo, zoiets. En dat is dus ook een vraag die ik volgens mij 3 keer voorbij zag komen. En die ik ook best wel vaak van andere vrouwen krijg. Van als je nou de DSI vergelijkt met de anticonceptiepil bijvoorbeeld. Die we, nou ja, de meeste vrouwen denk ik gebruiken. Zit daar dan een heel groot verschil in? Of is de betrouwbaarheid vrijwel hetzelfde? Nou, ik zal je vertellen dat de officiële PIRL-index cijfers zijn voor alle methodes, dus binnen de anticonceptie. Hè? Alle diverse mogelijkheden die er zijn. En dan hebben we altijd over een PIRL-index die aangeeft hoe betrouwbaar is de methode op zich. Maar we hebben ook een PIRL-index die aangeeft van, maar hoe is die dan werkelijk in het gebruik? Hè? Dat noemen we typical use, oftewel failure rate. Hè? Dus wat heel veel vrouwen niet weten, is dat
inderdaad gangbare anticonceptie een hoge betrouwbaarheid heeft, maar dat de typical use, dus de failure rates, dus de foutjes die ermee zijn, ons lichaam laat zich namelijk niet continu foppen, hè, of voor de gek houden. Ons lichaam is heel erg wijs en zal dus ook altijd proberen in de eigen natuur en de eigen basis te blijven staan. En die failure rate voor de combinatie anticonceptiepil, die ligt op 7%. Dus dan heb je het over 93% betrouwbaarheid. En ik was daar ook door getriggerd. Ik heb me daar altijd ook wel een beetje druk om gemaakt. Van, goh, waar komt dat nou ineens allemaal vandaan? Hè? Maar in de praktijk kreeg ik zoveel vrouwen die mij konden bevestigen van, oh ja, mijn moeder of mijn tante of die heeft de anticonceptiepil gebruikt, maar is ondanks dat toch zwanger geraakt. Kijk, we moeten ons beseffen dat geen één methode, als alleen de volledige onthouding, is volledig betrouwbaar. Ja. Maar we moeten ook kijken naar wat laat ons lichaam zelf doen. Hoe spreekt jouw lichaam? En wat past het beste bij jouw lichaam? Hoe zit jouw lichaam in elkaar? En ga eerst eens kijken naar wat is de normale anatomie, fysiologie en de hele hormonale werking van je lichaam. En wat we dus zien, is als vrouwen dat middels de DESI, dus temperaturen, en inzicht hebben in hun volledige cyclus, hun temperaturen en hoe ziet hun kalender eruit, hoe is het hele overzicht, dat vrouwen dan veel meer betrokken zijn bij hun eigen lichaam. En daardoor ook veel bewustere keuzes maken, daar op dat vlakgebied. Maar het mooie is dat ik ben altijd blij als ik een telefoontje of een mailtje krijg van een vrouw, hè, die bijvoorbeeld al een jaar met de DESI-temperatuur, en zegt van, hey, wacht eens even, mijn cyclus van de afgelopen maand ziet er totaal anders uit als hoe die in het begin of toen ik een half jaar geleden bezig was. Wat ze dan vaak zien is bijvoorbeeld dat er meer rode dagen zijn. Dus dat kan betekenen dat jouw ovulatie uitstelt, of dat hij minder krachtig is, of althans jouw lichaam moeite heeft wat betreft de hormonenopbouw om überhaupt tot een ovulatie te komen. En dat wil je weten. Je wilt namelijk weten, je wilt iedere dag, nou dat is overdreven, maar je wilt gewoon van maand tot maand, wil je inzicht hebben in hoe is het met je eigen gezondheid. Want daarom meten we die basale lichaamstemperatuur. Die basale lichaamstemperatuur, jouw menstruatiecyclus, is 1 van de 5 vitale seinen van je lichaam. Naast je hartslag, je ademhaling, alle bloeddruk, hè, al die belangrijke dingen. Is dat, en wanneer vrouwen dat op die manier dus monitoren en daarop volledig inzicht hebben, dan ben je veel meer betrokken bij je eigen lichaam. Maar ook, hè, dat zul je zelf ook wel kennen, jij weet al van tevoren, oké, rond die tijd heb ik mijn eisprong, of voor die tijd, ja, waarschijnlijk ben ik dan veel energieker. Hè? Gaat alles weer open en bloei ik veel meer, kan ik veel meer aan. En terwijl je richting, als je richting die menstruatiedagen gaat, wanneer je oestrogeen en progesteron dus weer gaan dalen, en met name die progesterondaling, ja, dat geeft voor heel veel vrouwen natuurlijk die PMS-verstoringen en die klachten. En dat is wat we dus voelen. En je ziet het. Je ziet het aan je grafiek. En je voelt het aan je lichaam. Dus dit is een geweldige manier om op deze manier veel dichter bij je lijf te staan. Ja, klopt. Ja, dat, nou ja, precies. En dat hebben we net ook in jouw podcast inderdaad besproken. Dat is voor mij ook een van de grote pluspunten van het gebruik van de DESI geweest. Dat ik veel meer inzicht heb gekregen in überhaupt mijn cyclus. Maar ook veel meer de cyclus ervaar zoals die van nature, zeg maar, bedoeld is. Waar toen ik de Mirena-spiraal gebruikte en de pil, geen idee. En kon ik soms ook helemaal niet mood swings of zo, kon ik ook helemaal niet plaatsen. Dacht ik, nou, wat irritant, en waar komt dat nou vandaan? En nu weet ik het precies, ik weet precies wanneer het gebeurt. En het fijne is ook dat je, als we het dan hebben over self-care, dat je veel makkelijker daar ook op kan inspelen. En het ook veel makkelijker voor jezelf kan relativeren. Dat je denkt, oké, nou, nu is het deze fase en nu komt het door deze hormoonwisseling. En ben je ook, in ieder geval, dat even wat minder geïrriteerd op jezelf, dat je je op dat moment zo voelt. Ja, maar dat is het gewoon ook, hè. We moeten er niet van uitgaan dat we robots zijn en iedere dag hetzelfde arbeid kunnen verrichten. Mm-hmm. Wij zijn echt mensen van vlees en bloed, met een gevoel. En onze baarmoeder, eierstok,
eileiders, spelen daar een hele belangrijke invloed in. Wanneer vrouwen in hun menstruatie meer tijd kunnen nemen, meer tijd nemen voor zichzelf, meer kunnen rusten, dan zijn ze ook veel energieker in de periode daarna. He, wanneer je op dat moment zegt van nou heerlijk, ik geef mezelf warmte middels een warme kruik. Ik doe wat aan meditatie, ik doe wat aan ademhalingsoefeningen. Ik zorg goed voor mezelf, ik neem voedsel wat me lekker verwarmt. He, lekkere warme groentesoep, een lekkere warme bouillon. He. Denk even aan gewoon een kippenbouillon bijvoorbeeld. Die je zelf gewoon lekker in de crockpot stout, de kippen bouwt. En je hebt daar een heerlijke bouillon, kippenbouillon. Van nou, dat zijn de dingen die je body voeden. Dat voedt je lichaam. En dat geeft je zoveel meer kracht. En door het luisteren naar je eigen lichaam, gaan wij vrouwen nog veel sterker worden? Gaan wij ons pure zelf laten zien? Kunnen we ons veel meer ook onszelf daadwerkelijk zijn? Want er is gewoon een verschil. Mannen kun je niet dat vrouwen ombouwen in de zin... Ja, wacht even, ik zeg even iets heel geks, maar dat bedoel ik niet. Maar vrouwen zijn vrouwen met hun eigen vrouwendingen. En mannen zijn anders. Daarom is er ook een verschil tussen... de hormonale huishouding. Hè? Mm-hmm. We hebben ook wat testosteron. Maar dat beetje testosteron kunnen we dus heel goed gebruiken rond die eisprong. En als we daar te veel van maken van de mannelijke hormonen, ja, dan zit je dus weer met een issue wat we vaak PCOS noemen. Hè? Mm-hmm. Met allerlei klachten, met haargroei op plekken waar je het absoluut niet wil hebben. Hè? De anticonceptiepil kan daar dus allemaal heel erg invloed op hebben, neem ik aan. Ja, wat het doet is dat het chemische stoffen zijn. Het zijn absoluut niet de hormonen die je zelf maakt. Het zijn chemische verbindingen. Verbindingen zijn ook anders. Dus ons lichaam gaat er ook heel anders mee om. En een chemische stof is een hormoon wat nagebouwd is. Dat gaat op onze receptoren zitten, van onze daadwerkelijke receptoren, die we overal in ons lichaam hebben, in de hersenen, In je organen, je hart en je spieren. En daar zorgt het namelijk voor dat ons eigen natuurlijke systeem zijn werk niet kan doen. Dus het kaapt als het ware die receptoren van ons af. Het gaat daar ergens al, het bootje wat in een haven gaat liggen. En die plek is bezet. Dus daar kan geen andere boot meer in naar binnen varen. Dus dat is wat er gebeurt. En dat geeft uiteraard verstoring in je hele lichaam. Het vervelende is ook dat we zien na het staken van anticonceptie, dat vrouwen dan nog steeds allerlei klachten hebben. Hè? Dat noemen we post-birth control syndrome. Hè? De klachten dus na het gebruik van anticonceptie. En wil niet zeggen dat dat niet kan gebeuren na een Mirena-spiraal. Want je snapt dat als je een spiraal in je baarmoeder hebt, je baarmoeder wordt dagelijks gevoed van voedingsstoffen en alles. Hè? Want anders zouden we nooit zwanger kunnen worden en zwanger kunnen blijven om een baby te voeden. Die wordt ook via de placenta en de navelstreng streng gevoed vanuit de baarmoederwand. Dus ook die baarmoederwand krijgt alle voedingsstoffen. Want als jij iets eet, dat komt ook bij je baby. Dus andersom, een Mirena-spiraal in je baarmoeder, die hormonen komen ook helemaal door je lichaam heen. Ik bedoel, het is een fabeltje om te zeggen, ja, maar weet je, dat is maar zo weinig, of dat komt niet verder door je hele lichaam heen. Als dat het niet zou doen, dan zou het niet eens een anticonceptie kunnen zijn. Ja, maar dat is wel misleidend, want daar, volgens mij zijn nu echt die onderzoeken glashard naar buiten gebracht van, het is wel degelijk, Mirena-spiraal heeft wel degelijk effect op hoe je je geestelijk voelt, of de rest van je lichaam. En volgens mij, toen ik dus Mirena-spiraal ging gebruiken, ruim 4 jaar geleden, werd er echt nog echt gezegd van, het heeft verder geen effect. Het is letterlijk alleen om een zwangerschap van te voorkomen en van de hormonen heb je verder geen last. Dat gebeurt nog steeds, vandaag de dag nog steeds. Ja. En zelfs een koperspiraal. Koper is, daar de tegenpool van, is zink. En zink is de stof, de mineraal die we nodig hebben om goed vruchtbaar te blijven. Bij een bevruchting komt zink vrij. Dus waarom zou je als vrouw jaar in jaar uit een koperspiraal gebruiken die ervoor kan zorgen
dat jouw zinkniveau naar beneden gaat, waardoor je mogelijk dan problemen hebt met je vruchtbaarheid. Ja. En uiteraard ook met je immuunsysteem, want zink is ook nodig om een goed gezond immuunsysteem te hebben. Ja. In de verkouden te zijn en dat soort dingen. Want daarom zeggen we ook de vitamine A tot zink. Hè? Want die heb je nodig in de winter. Ja. Ja, maar als je gewoon even heel simpel, weet je, ik heb me eraan gewend om gewoon eens na te denken. En gewoon heel simpel, hoe zit die anatomie en fysiologie in elkaar? En dat is ook wat ik toen al natuurlijk al geleerd heb als verpleegkundige. Hoe werkt het lichaam en waar is het voor bedoeld? Ja, dan denk je bij jezelf, maar hallo, moet ik dan wel werkelijk geloven wat er allemaal zomaar gezegd wordt? Ja, en ja. Waar wij dus als vrouwen eigenlijk mee misleid worden. Hè? Want dat geeft ons niet de aanleiding om te zeggen van, oh, dan wil ik er wel eens even induiken en kijken hoe het daadwerkelijk is. Nee, want ja, je kunt niet zwanger worden. Dus het probleem is opgelost. Ja. Maar ja, ik pleit altijd voor die informed consent. Ik vind het zo belangrijk. Ja. Alles wat je in je lichaam laat gebeuren en aan je lichaam laat doen, of wat je erin stopt. Ik bedoel, in de winkel kijk je ook op de verpakkingen. Van wat zit er in wat je wil kopen in de supermarkt of waar ook. Hè? Dus dat is. En dan moeten we voor alles doen. Alles wat er naar binnen komt, hè, want daar noemen we het endocrine disruptors. Hè, net als alles wat we op ons lichaam smeren, gebruiken, aan deodorant, noem maar op. Alles komt daadwerkelijk naar binnen. En even nog over dat koperspiraaltje. Er zit een vreemd lichaam in je baarmoeder. En hoe dan ook geeft het dus reactie op die baarmoeder. Want hetzelfde wat mij gebeurde met die Mirena. Dat ik steeds maar bleef vloeien als ik inderdaad ging sporten. Ja. Laaggradige ontsteking. Dus inflammatie is dan dus iets waar je over praat. En je kunt je afvragen of we daar goed mee doen. Want inflammatie en al die organen in ons lichaam geeft uiteraard weer naar de nervus vagus, de hersenzenuw die van de hersenen naar onze organen communiceert, maar ook andersom de informatie doorgeeft naar de bovenkamer. Die geeft informatie af. En juist een goed functionerend nervus vagus systeem, dus ons parasympathische zenuwstelselsysteem, is heel belangrijk. En andersom kan die inflammatie daar dus verstoring aan geven. Want de nervus vagus zal altijd proberen om ontstekingsremmend te werken. Terwijl alles wat wij dus eigenlijk maar in ons lichaam toelaten, dat wel eens een ontsteking kan uitblokken. Dus zonder dat je het weet, heb je dan in feite continu vormen van ontstekingsprikkelingen. En dat willen we niet, want kan beschadiging opleveren aan je zenuwstelsel. Dus ook aan de neuronen, de gliacellen, ook van ons brein. En daarom kan het zijn dat je minder geconcentreerd bent, minder goed alert, hè, focussen, nadenken, allemaal van dat soort dingen. Dus daarin zit ook wat jij zei, ook die relatie en het onderzoek over die depressie en die mood swings. Daarin zit een hele grote vertaling in wat er dus in feite gebeurt. En daarom is het ook zo fijn als je in feite kunt gaan werken met je lichaam. En dus zorgen dat jouw nervus vagus ook doet wat hij moet doen. En een hele mooie tip wil ik daarin meegeven. Is misschien wel interessant ook voor de luisteraars. Dat als je gaat werken met ademhaling, we noemen dat hartcoherentie, dus in feite de hartritmevariatie, hè, de hartcoherentie, dat je dus middels het ademhaling en inademen en lang uitademen, dat je daarmee dus die balans in dat hele regelsysteem kunt herstellen, positief aan kunt werken. En dat heeft direct voordelen voor je hormonale systeem, voor je spijsvertering en uiteraard ook voor je hele immuunsysteem. Dus Goeie tip. Nou, sowieso alles wat jij verteld hebt. Ik denk dat het, om de podcast hier maar bij af te ronden, want ik vind het super interessant, dus ik kan zo nog 2 uur door blijven kletsen. Maar ik denk sowieso alles wat jij verteld hebt ook over, nou, zeker alle kennis die er nu steeds meer beschikbaar is over anticonceptie, wat voor effect het heeft, lange termijn en korte termijn, wat het kan doen met menstruatieklachten, dat mensen die luisteren, of de vrouwen die luisteren,
het echt denk ik een oproep is van verdiep je er eens in. Ga eens kijken hoe jouw lichaam werkt, of je ergens tegenaan loopt. Of je nog steeds blij bent met de anticonceptie die je gebruikt. Ben je er blij mee, dan is het natuurlijk ook helemaal prima. Maar ik denk dat het wel mooi is om zeker met de kennis die we nu hebben, te kijken van, goh, past dit nog wel bij mij? En even om af te sluiten, met betrekking tot de Daisy, mochten mensen nog vragen daarover hebben, hoe kunnen ze in contact komen met jou of een andere medewerker? Nou, Daisy heeft een hele mooie website, daisynederland.com. info@daisynederland.com is het e-mailadres. We hebben op Instagram DaisyNL, op Facebook Daisy Nederland. Overal te bereiken. En gewoon een telefoonnummer wat op de website staat. Ons e-mailadres staat er inderdaad ook op. Okay. Meld aan voor de nieuwsbrief daarin. Ik probeer zoveel mogelijk informatie ook. Daarom en ook mijn eigen podcast, de Hormones for Health podcast, dus te delen met jullie om deze informatie aan je te geven. Ja, ja, heel waardevol. Nou, dat is dus voor jou die luistert. Mocht je nog vragen hebben hierover, je mag zowel Patricia zoals mezelf absoluut een berichtje sturen. Dat kan via de e-mail, kan via Instagram. Maakt niet uit. Ik kan me namelijk voorstellen dat er iets is dat je gewoon wil delen, een ervaring of dat je een vraag hebt. Dus hou jezelf vooral niet tegen daarin. Patricia, ik wil jou bedanken voor deze podcast. Ik vond het heel fijn om dit onderwerp bespreekbaar te maken en om gewoon meer kennis hierover te delen. Want zoals jij zegt, het is super belangrijk dat dat wordt gedaan. Nou, Merel, jij ook ontzettend bedankt. Ik vond het echt gezellig met je. Leuk, leuk. Ik ook. Voor de luisteraars. Ik hoop dat je het leuk vond om te luisteren. En ik zie je heel graag terug bij een volgende Self Love Talk. Tot de volgende keer. Bye.